Eigenlijk zit met strips en religie. En dat gaan we doen met godsdienst-socioloog. Geef hem ook een hartelijk applaus. Kees de Groot, kom maar bij Kees. <applause> Waar zit je? Aan ah, die kant. Je microfoon, ja. Ja, Kees de Groot, ook maar weer de administratie doorlopen. Je bent godsdienst-socioloog en officieel heet je dan hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology. Correct. Allemaal correct. Precies, maar wij mogen gewoon Kees zeggen. En je hebt een boek geschreven, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Wat gaat over strips en religie. En het leuke is voor iedereen die nu denkt, oh hij wil zijn zakken vullen met dat boek. Het is gratis te downloaden, dus iedereen kan het krijgen. En straks, de eerste vijf vragenstellers krijgen ook allemaal gratis een boek. Nou ja zeg. Bij Oprah reageert dan uitzinnig. Maar goed, ja, dit is Nederland. Dat ik dan een beetje. Ja, maar. precies. Hey, en, en in de aankondigingen, want we gaan gelijk beginnen. Ik las dat jij ons meer kan vertellen. wat we uit stripverhalen kunnen leren. over onze samenleving. en de veranderende rol van religie. Uh, Jeroen heeft in ieder geval je volle aandacht. Uh. Ja, fantastisch. Ja, ja. Le, le, leg uit. Hoe kom je hierop? Want dit is natuurlijk een, een heel ongebruikelijk. Onderwerp kan ik me zo ja. voorstellen voor de meeste mensen als ze dit voor het eerst horen: religie en strips. De, dat zijn twee ja. dingen die we niet snel samen ja. zien. Nou ja, mijn idee is dat je uh, om religie op het spoor te komen. hou me iets hoog. ja. Niet meer? Ja, dat is fijn. Uh, om religie op het spoor te komen in de samenleving van vandaag: ja. dat je niet zozeer in, in kerken en moskeeën moet kijken, maar daarbuiten. Omdat religie, uh, zeg maar, buiten haar oevers treedt in onze samenleving. Dus je komt overal tegen in de, in de cultuur. En in de populaire cultuur, dus onder andere, onder andere in de strips. En omdat het uh, zo vloeibaar is, het, uh, nou ja, goed, uh, het hecht zich aan allerlei andere zaken. Dus dat zie je ook in het boek uh, terug. Dus dat Precies. het verbonden wordt aan uh, politiek, uh, bijvoorbeeld. Uh. Ja, ja. Uh, en, laat ik altijd gelijk met ja? je conclusie beginnen. Die vond ik heel mooi. Uh, even in het Engels, maar we gaan hem uh, Nederlands vertalen hoor. Maar comics as a way of doing, encountering and making religion. Hoe, hoe vertalen we dat nou goed mee? Daar heb ik net tijdens het eten even op uh, geoefend. Ja, uh, dus uh, uh, strips zijn een manier waarop religie wordt gepraktiseerd. Mm -hmm. um, uh, voorbeeld, dus ik heb dit boek niet alleen geschreven, nee, dus nee, nee, Met veertien andere mensen. En er uh, zijn hoofdstukken over hoe. Uh, ja, hoe bijvoorbeeld religie wordt gebruikt om kinderen in het geloof op te voeden. Dus dan uh, krijg je strips over Jezus of over Zarathustra. Ja. Um, of uh, hoe religieuze mensen uh, bijvoorbeeld in Amerika te keer gaan tegen een strip waarin Jezus voorkomt. En dat mag dan niet en zo. En dan moet die, moet die uitgever die publicatie terugtrekken, want het is blasfemie. Dus dat is hoe, uh, hoe, hoe mensen vanuit religie bezig zijn met strips. Zowel op een positieve manier, zelf strips maken, of er tegen zijn. Of, of aanslagen plegen op striptekenaars, hè? Ja. Dat gebeurt ook. Uh, en uh, strips zijn een manier waarop je religie tegenkomt. Uh, ja, dus gewoon in een uh, kuifje of in Asterix of in, uh, in Preacher, uh, zoals een in, in graphic novel. Laten die... we even kuifje, de meeste mensen zullen kuifje. Van ja, van mij, wel, maar kuifje ook daar, ik, ik zie hem nog niet gelijk, kuifje en religie. Kun, nee. kun je eens uitleggen? Ja, de... nou, daar kunnen we een hele. al een keer een avond over gehad, uh, met me ja. uh, Nee, kuifje is eigenlijk, ze uh, is heel oud, hè? Dus die is begonnen in de jaren twintig. In de vorige eeuw natuurlijk. Tintin heet hij internationaal. Tintin, ja. ja. Uh, Franstalig België. Is begonnen als een propagandastrip voor de katholieke kerk. Uh, dus uh, het verguisde kuifje in uh, Afrika. Uh, dat was eigenlijk gemaakt om uh, de jongens in België warm te maken. Om een missionaris te worden in Afrika. Dat was gewoon een strip in opdracht. Dus... Uh, de Hergé, de maker van Kuifje, die werkte voor een uh, conservatieve katholieke krant, en uh, de baas, uh, de priester uh, uh, Wallé heette die nog bij Wallé, die gaf hem gewoon de opdracht: van, maak jij eens even een strip om uh, ons, onze jeugd warm te maken om uh, naar, naar Afrika te gaan?". En Kuifje in de Sovjet-Unie was natuurlijk om het, de atheïstische communisten in, in Rusland een beetje zwart te maken. En, en een beetje voorzichtige conclusie: Kuifje is een beetje een Jezus. Kuifje is ook wel een beetje een, ja, absoluut. Ja, zo'n beetje Jezus, inderdaad. En uh, ja, het is eigenlijk een katholieke propagandastrip En langzamerhand werd dat, uh, werd dat een beetje impliciet. Maar als je, als je goed kijkt. En uh, nou, ik heb daar een prachtig artikel natuurlijk over geschreven. Nee, maar. Dan, dan zie je dat het. dat het katholiek er eigenlijk nog steeds wel een beetje. een beetje in zit. Niet zozeer religieus-katholiek, maar. Uh, de sociale waarde van het. Uh, van het katholicisme. Ja. Ja, dus uh, ja, gewoon, ja, lief zijn voor elkaar. Ja, en, uh, tegen het communisme, tegen het Amerikaanse kapitalisme. Een beetje sociaal-katholiek, zeg maar. Wat je, CDA, uh, Pieter Omzigt, dat, uh, dat soort uh, katholicisme, zeg maar. Ik, zie, ja. Ja. Ik, ik, ik noemde net al even mijn zoontje en, en onze liefde voor, voor actiefilms. Uh, net bij het eten sprak ik hem ook. En, en toen zei ik dat ik jou ging interviewen. En hij is liefhebber van Donald Duck ook. En hij zei eigenlijk: Donald Duck bidt nooit. Nee, nee, dus dat, hij, hij zag nee. in Donald Duck zag je geen enkele religie Er nou, zit niet veel religie in. Dus wel uh, de eerste review die van het boek uh, verscheen van een uh, Noorse godsdienst-socioloog die uh, begon ook meteen over zijn Donald Duck uh, collectie. En dat daar weinig, weinig religie in zat. Ik denk dat dat wel klopt. Ik heb, ik heb, ik heb Donald Duck niet bestudeerd, dus ik kan daar geen wetenschappelijk okay. onderbouwd antwoord op geven. Wie heb je bijvoorbeeld een Bel bestudeerd? Om ook maar wij even een voorbeeld te brengen. Uh, nou, ik, ik heb zelf inderdaad uh, kuifje uitgebreid yeah? bestudeerd. En ik ben uh, nu bezig uh, om dat te vergelijken met uh, Habibi. Kent iemand Habibi? Een graphic Novel, dat is een Amerikaanse graphic novel. Uh, eerder heeft hij een, een boek geschreven, Blankets. Um, ja, er is een, allerlei prijzen gewonnen, fantastische uh, graphic novel. Habibi is uh, gemaakt naar aanleiding van uh, ja, de aanslag op de, de Twin Towers in, in Amerika. En toen uh, dacht hij van, uh, hij, is, hij heeft zelf een, die maker, een, uh, een evangelical achtergrond en van het geloof gevallen en zo, zoals het gaat. En toen dacht ik, ik ga mij uh, nou eens even goed in die islam uh, uh, verdiepen. En heeft hij daar dus een graphic novel uh, over gemaakt? Um, ja, om, om al die verschillende kanten van, van de islam, van die, van, van die godsdienst, zeg maar, in, een beetje in, in beeld te brengen. En eigenlijk met een soort, probeert hij een soort boodschap te brengen van ja, eigenlijk gaat het toch om, 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 om liefde binnen, binnen de islam. Dus we moeten niet in de valkuil uh, stappen om naar die aanslag uh, de islam uh, zwart te maken. Er ja. uh, staat ook een hoofdstuk in het boek overigens, over, die, over, uh, over Habibi. En, en die auteur die zegt van ja. Maar toch blijft uh, zie je dat Amerikaanse ongemak met die islam daar, uh, daarin in zitten. Dat het eigenlijk toch een beetje een enge religie is. En om, om het punt te maken dat islam ook een boodschap van liefde heeft, moet toch vooral Jezus weer naar boven komen. En dat kan natuurlijk, want Jezus komt ook voor in de islam. Ja. En in die graphic novels is het heel interessant, want het is, het is eigenlijk een liefdesverhaal. Maar er tussendoor elke keer uh, worden stukjes uit de Koran of, of uit, uh, uh, uit de verhalen over de profeet. Die worden gewoon in beeld gebracht. Dus het is een gewone graphic novel, uh, maar het is tegelijkertijd ook eens een beetje educatief uh, bedoeld. En, en dit zijn dus allemaal voorbeelden waarbij, je dus, uh, waarbij een strip gebruikt wordt om een religieus verhaal te vertellen. Um, maar die derde conclusie, hè, making religion, ja. het gebeurt dus ook dat mensen uh, fan worden... Ja. En, en dat dat bijna een religieus karakter gaat krijgen. Ja, dat U, vind ik zelf uitleggen? eigenlijk het leukste nog uh, ja. van het geheel. Dus, uh, dus religies die, uh, die, uh, die dus strips gebruiken, je komt gewoon religie tegen in strips, maar die derde... Is dat er rondom strips zelf iets van, ja, misschien iets van religie uh, ontstaat? En een, uh, een voorbeeld daarvan is: uh, een Finse collega die heeft uh, mensen geïnterviewd, volwassen mensen, die uh, ja, veel met strips uh, bezig zijn, en uh, gevraagd wat ze daar aan, aan hebben. En die interviews vonden plaats tijdens de coronapandemie. Uh, en uh, ja, dat vertelde het mensen dus, dat ze heel erg ook veel troost vonden in, uh, in religie. En heel erg ook dat het iets, een beetje iets uh, sacraals wordt. Zo van, dat je zo onder de indruk bent. En van, wow, dit, dit, is, dit is niet zomaar even... Je hebt ook ja, ik heb ook strips, die lees ik op de wc, zeiden mensen dan. Die lees ik alleen maar op de wc. Ja, want daar moeten we snel aan denken. Denk eh, ja, we gaan even, en, leuk, Donald Duck. Ja, een cartoon. Maar ook van die, van echt van die... Echt die Zo'n boek als Habibi bijvoorbeeld. Ziet eruit als de Heilige Schrift, bij wijze van spreken. Mm -hmm. He, van die, van die, echt die mooie, mooie boeken. die zo mooi getekend zijn. dat, het echt, dat je denkt: wow, dit, dit moet echt een speciaal plekje hebben. Dit wordt bijna een ritueel. als ik die, die ga lezen, bijvoorbeeld. Dan wordt het een beetje een soort religieachtig iets. En ook een heel leuk hoofdstuk is uh, door een collega over manga's. Um, Japanse strips. Japanse, Japanse strips, waar dan ook vaak ook weer tekenfilms, anime-tekenfilms over zijn gemaakt. En eentje uh, heet dan Lucky Star, en die is enorm populair in Japan. En um, in, die, in die strip, en in die tekenfilm, komt dan een uh, traditioneel boeddhistisch heiligdom uh, voor. Maar nou zijn er fans van die strip die gaan naar een plekje vlakbij die traditionele uh, shrine. Uh, die, die pelgrimageplaats, en die doen dat om hun helden, uit die, heldinnen, uit die manga uh, te eren. En die laten daar, er zijn ook foto's van in het boek, uh, die laten daar ook van vereerd. die fotiefjes, zoals mensen soms doen hè, bij kapelletjes uh, bij of zo, van, van die een beetje houten blokjes met een tekening van hun heldin erop, en van nou, we hopen dat we een, een goed nieuwjaar tegemoet gaan en zo. En, dus dan wordt het een soort pelgrimage naar een plek die figureert in de strip. Dus fantastisch. Dan ontstaat er eigenlijk gewoon een religie in de, in de making, zeg Zouden maar. Zouden we zoiets ook met Eefje teefje moeten doen ja, hier in zo? Ik, ik zou de eerste zijn die dan daar naartoe gaat hoor. Naar zo'n ja. pelletje van Eefje Precies. Ja. Prachtig. Ja. En, en we hebben ook nog een leuk plaatje meegenomen over superhelden. Uh, dit, dit is de paus die, die Spider-Man ontmoet. Dat ja. vond ik ook wel zo'n mooi beeld. Ja, wie is hier nou de superheld, hè? Ja, precies. Ja. Ja, wie, wie ontmoet hier wie? Ja, ja precies. Want, want, Hoe uh, kijk jij naar dit beeld? Nou ja, kijk. Uh, kijk, in eerste instantie denk je van, nou ja, dit is gewoon iemand die verkleedt zich als superheld. en die ont, uh, Dat is gewoon fictie, hè, zeg maar. Is iemand die speelt met fictie. En dan, uh, ja, dan ontmoet hij de pauze en dat is gewoon echt iemand, zeg maar. Maar ja. Je kunt ook zeggen, die uh, Gorg Begoglio, die, die speelt dat die pauze is. Hè? Die, die trekt een uh, wit, uh, wit pakje aan. En die speelt ook een rol, ja. inderdaad. Uh, terwijl die, uh, die Spiderman, uh, die meneer in dat pakje, die gaat dus uh, de ziekenhuizen langs. En die uh, heeft daar allerlei uh, zieke kindjes uh, bezocht. Die daar echt fantastisch, uh, ja, echt heel veel beter door gingen voelen. Ja. Dus dat is ook heel erg in het echte leven. Dus... De, het onderscheid tussen wat, wat nou fictie is en werkelijkheid. Uh, dat ga, ja. Er staat ook een heel mooi hoofdstuk, trouwens, precies daarover in dit boek. Dat is heel, uh, heel fluïde en dat, zit niet zo, dat is niet zo makkelijk uh, ja, je, je te noemt maken. fiction-based religie en ja. gewone religie. Maar ja, dus, dat, dat dus, klinkt alsof twee compleet verschillende werelden, maar dat is het dus niet. Nee, wel, dus fiction-based religie, dat, dat kom je dus best veel tegen. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, het zijn wel de kleine religies, maar uh, mensen die. Uh, ...in de Jedi uh, geloven bijvoorbeeld... ...of mensen die een uh, religie hebben rondom het werk van Tolkien... Hè? Dus, uh, ...de man van de ring. Ja. Dus dat zijn echte, echte religies... ...die zijn weliswaar gebaseerd op fictie... Dat ...weten mensen ook wel een beetje... ...maar toch geloven ze erin. Ja. Maar ja, misschien geldt het ook wel voor gewone gelovigen. Ja, hè? precies. Ja, dat, dat, dat hoort daar ook bij. En, en de donkere kant... Hè? ...je hebt er al even iets over genoemd... Uh, ...soms zijn strips dus ook een steen des aanstoots... Uh, ...cartoons over de profeet Mohammed... Charlie Hebdo, ja. hoe, hoe kijk je daar naar? Want dan ja. gaan strips blijkbaar in de ogen weer van andere mensen te ver. Ja, nou ja, dat, wij, wij hebben dus wat dat betreft niet een voorbeeld uit de islam gekomen, niet gekozen, niet de usual suspect, maar dus een voorbeeld uit het christendom. Dus ik noem het kort eventjes, en dat is wel interessant ook. Dus dat ja, uh, is eigenlijk een hele leuke, leuke strip, had iemand bedacht. Die uh, zei van, het gaat erover dat uh, God die in de, in de hemel en zo zit. Die zei van. Um, uh, die stuurde zijn zoon dan uh, naar, uh, naar de aarde toe. Uh, is een Amerikaanse strip. Um, en die, uh, om hem een beetje wat uh, te laten leren van de superhelden. Omdat die, die zoon, die, ja, die Jezus, een beetje nog een watje. Dus die, uh, weet, weet je dat hij wat kan opsteken van die, uh, van die superhelden? Um, maar in plaats daarvan gaat die, die Jezus dus die superhelden een beetje een lesje leren. Namelijk dat ze die problemen niet altijd met geweld moeten oplossen. Want dat doen ze toch allemaal, hè? die supermannen en zo? Die is een beetje de, de macho's, hè? dat zijn die Amerikaanse macho's. En dus Jezus leert ze van, ja, je moet mensen gewoon, je moet mensen helpen, je moet ze een brood te eten geven als ze honger hebben, je moet ze leren conflicten een beetje, een beetje prettig op te lossen. De dan andere met een gebaar toekeren. De andere, ja, een beetje, een beetje erover ja. praten en zo, je Ja, dat was echt, echt uit den boze voor de uh, White Evangelicals uh, in Amerika. Hij is een christian nationalist, dus toen hij er alleen maar lucht van kreeg dat het boek zou verschijnen, er kwam zo'n berichtje op Fox, nou echt meteen die comments van ja, belachelijk, ze maken Jezus belachelijk door hem met superhelden te laten verkeren. Dus ja, wie is hier nou eigenlijk heilig in de ogen van die, uh, die Christen... christian nationalist, Jezus of de superhelden, waarschijnlijk alle twee. Uh, die, die mogen gewoon niet met elkaar uh, verbonden worden. En, en, en Jezus ja, die is gewoon homo, in de, je, dat soort termen komen dan in die comments. Hè? Jezus hangt daar de homo uit, omdat hij dan soft is en zo. En ja, weet je, uh, Christendom belachelijk maken, hè? moet je eens met de islam proberen. Dat soort, dat soort comments allemaal. Dus, uh, ja, uh, mijn uh, Zweedse collega heeft het allemaal uitgezocht en zo. En al dat soort thema's, uh, als je dat in de content analysis doet. Op al die comments zie je dat, uh, dus homoseksualiteit is dan opeens een thema en islam en zo. Ja, die uitgever uit. die dacht, oké, okay, uh, we, we trekken ons weer terug. Toen heeft een andere, heel kleine uitgeverheid overgenomen, is alsnog uh, verschenen. Dus de second coming of... Uh, of Jezus ja, was, was cancelled, dat is wel een aardige titel ja. ook. Cancelling of the Second Coming. Ja. Hey, en, en als we hier nog even, ook weer, uh, kijk je in jouw wetenschappelijke keuken, hè, als, als godsdienst socioloog, wat maakt dat dit voor jou nou ook zo interessant en relevant is? Buiten dat het is natuurlijk hartstikke leuk is, maar wat, wat maakt dit voor jou ook dat je zegt, dit is ook een soort spiegel die ik aan mensen wil voorhouden? Nou, ja, het is liquid, liquid religion, hè? dus het is religie uh, buiten, buiten de muren van de solid, uh, van, van de van de kerk en de, en de moskee. Uh, het is echt in de cultuur. En je ziet aan, aan dit soort voorbeelden ook. dat het ook uh, heel erg uh, belangrijk is. Dus dat het, dat het verbonden wordt uh, met, met, met politiek. Uh, uh, we hebben ook een, uh, een hoofdstuk over. waar. Uh, dat kennen sommige mensen misschien wel. Maus aan de orde komt. Uh, dus uh, niet de gezellige strip. Maar het gaat over het de Holocaust. Is, oh, strip over de Holocaust, ja. inderdaad. Uh, ja, dus hoe, uh, hoe een collectief trauma eigenlijk. Uh, vorm krijgt in, in zo'n strip. Kijk, en, en dat het. Het is natuurlijk allemaal visueel, hè? zo met, met, met een, met een uh, met, in strips. En dan zat ik hierna, toen ik hier naartoe fietste te denken. Kijk, onze bekende religies. die zijn eigenlijk ook verbonden met. een soort technologie, maar met de schrift. Hè? Dus dat zijn allemaal, allemaal teksten. teksten. Maar vandaag de dag is beeld veel, veel belangrijker. En uh, dus dat het, dat het visueel is, is ook wel heel belangrijk. En dat zegt ook iets over nu. Dus ik denk dat dat in die zin dat punt van uh, ja, religie in de making, dat het scheppen van religie. Huh? Ik denk dat dat wel een heel belangrijk element is. Dus ik denk dat dat, dat, dat niet alleen strips, maar ook met films en met games. dat, dat, dat de religie die vandaag de dag wordt ge, ge, geproduceerd, ges, geschapen. Uh, dat, die dat, dat die vooral ja. visueel zal zijn. En je wil ons dus ook laten zien dat religie iets anders is dan wat we alleen maar laten zien met kerken en tempels ja. en heilige schriften. Wordt, maar... religie wordt om ons heen, as we speak, zeg maar, uh, gemaakt, uitgevonden. Ja. Mooi. Ja, dankjewel. Ik ben ook weer hier benieuwd wat u daarvan denkt. En, en ik neem gewoon de stapel mee. Dan delen we gewoon uit. Wie? U mag ook een vraag stellen zonder boek te krijgen hoor. Maar u, u mag Hij is ook open access ja, Hij is ook open, open access. access. Open access ja. Maar ik, ik neem ze gewoon mee. Ik, uh, bijzonder interessant. Ja. Laat ik daarmee beginnen. Uh, hebt u wel eens zelf de neiging gehad om een strip te gaan maken? <laughs> nou, uh, mijn eigen tekenkwaliteiten zijn niet zo groot. Ik maak soms wel eens een, voor mezelf gewoon een klein stripje als ik uh, een verhaal moet vertellen. En dan helpt het mij uh, om het uh, in te prenten. Maar ik ben gewoon geen begenadigd tekenaar. Oh, even vraag. Ik kan me voorstellen dat u wel de teksten kunt aanleveren. Ja. En die meneer naast mij kan het uitwerken. Ja, dat zou een droom zijn die in vervulling komt. Dus. Vanavond, Vanavond uh, komt het in de vervulling. Ja, mag, ja, mag ik er u een, uh, een aanbieden? En dan lezen we samen. Ja, precies. Ja, heel goed, heel goed, dank. Andere vragen, opmerkingen? Ik ben ook altijd maar gewoon benieuwd hoor. Wat vond je van het verhaal wat je hebt gehoord? Uh, interessant. En ik had ook nog wel een vraag. Uh, bijgeloof, komt dat veel voor in stripboeken? Ja, want het is natuurlijk nu wordt steeds populairder weer. Vooral ook onder voetballers bijvoorbeeld. Zie je dat nou ook in stripboeken terugkomen? Wow. Uh, nou ja, uh, als godsdienstsocioloog moet ik dan meteen zeggen dat uh, bijgeloof uh, wat ons betreft niet de term is die je moet gebruiken, want het heeft zeg maar, iets waarderends of zo. Hè? Want uh, dan zeg je van, ja, je hebt het echte geloof je hebt er nog iets erbij. Dat is een beetje inferieur, dat is iets van een beetje magisch denken en dat soort dingen. Maar als je nader gaat kijken naar uh, gewone religies, dan zit daar ook heel veel uh, ja, magisch denken eigenlijk in. Dus het is, uh, dat onderscheid maakt niet zo heel erg. Um, even kijken, uh, uh, waar, waar komen we? Want je denkt dan aan. Um, ja. Um, wat voor wat, wat bijgeloof denk je eigenlijk aan? Ja, eh, onder ladder doorlopen en zo? Vo, of, vo, voetballers, <laughs> he, die hebben bijvoorbeeld. Krijs, daar, daar refereer je aan: he, van, ik doe altijd yeah. eerst mijn linker uh, schoen aan en dan mijn ja. rechter kous en altijd even een klopje op mijn linker schouder, anders verlies ik de wedstrijd. Dat, dat is een beetje een soort bijgeloof, hè? Ja, precies. Ja, precies dat soort dingen. Hans van Breukelen, de keeper, was daar heel beroemd om. Die was helemaal neurotisch en dat moest allemaal volgens een vast patroon. Ja, nou de neuroten komen we inderdaad wel heel veel tegen in, uh, in uh, strips. Uh. Uh, Nero van Mark Sleen, bijvoorbeeld, een enorme rood. Oom Dagobert ook. Uh, uh, Oom Dagobert. Nou ja, dus dat, dat kijk, uh, als je dat uh, even vertaalt in, uh, in, in het wetenschappelijk. impliciete religie is een term die in het boek uh, wordt gebruikt. Uh, dus daar zou je dus aan, aan kunnen denken. En uh, nou ja, Dagobert Duck. bij uh, Duk. dan zou je kunnen zeggen van ja, er, er, komt, geen, uh, hè, er komt geen geloof in de Donald Duk voor. maar... Ja, zoals hij eh, zeg maar rijkdom vereert. En eh, als een soort ritueel zijn pakhuis ingaat. om daar lekker gewoon een bad te nemen. te midden van de muntjes. Ja, dat zou je toch wel een soort impliciete religie eh, kunnen noemen. Dus ja, je ja, komt er tegen. Precies. <laughs> Tevreden met het antwoord? Aan deze kant, heel goed. Ja. Nee, je mag wel vast één aannemen. Ja, het, het is ook gewoon een zware stapel. <laughs> Uh, nou, een gedeelte van het gesprek ging over dat uh, soms mensen strips heel, heel serieus nemen dat het bijna een, een religie zelf uh, wordt, um, maar dat verwarde mij, dan denk ik, ja oké, okay, wanneer noem je iets een religie of, of is dat je gewoon heel ja. intens een fan ergens van bent, van, is dat, ja, wanneer ja. noem je iets dan een religie? Ja, uh? ja precies. Ja, dus dat, uh, daar gaan we inderdaad wel uitgebreid op in. Er zijn er, verschillende wetenschappers nemen daar verschillende standpunten in. Dus ik zelf zou niet zo gauw de term religie dan uh, gebruiken. Maar wanneer die term impliciete religie uh, wordt gebruikt, hè, dat, uh, uh, dan gaat het over, uh, over sacraliteit. Dus of er iets in het spel is van uh, uh, een houding van, ja, kort samengevat, wow maar van verering en ontzag. Dus als dat aan, aan de hand is, dan uh, zijn de mensen ja, met zo'n definitie van een impliciete religie... dan zou er inderdaad iets van religiositeit aan de hand zijn. Er zijn ook mensen die die, dat, die term niet per se gebruiken, maar, maar wel spreken over, uh, over ritualiteit... Hè? dus dat je bepaalde vaste gewoontes hebt... Uh, en die ook uh, met, met een bijzonder aura zijn omgeven, en dat die dan gebruikt worden. En een andere term die gebruikt wordt, dat is met die interviews met mensen die, uh, die, die, uh, die, die, die erg fan zijn, uh, is zingeving. Dus er uh, worden wat bredere begrippen gebruikt. Dus uh, er staat ook een, uh, wel als titel bij dat deel uh, over religie uh, in de in making, staat ook een vraagteken. Dus die, dat voorbehoud wordt daar inderdaad uh, en, wel en gemaakt. En dit is ook precies waar jij je mee bezighoudt, want die grens is ook niet zo ja, ik helder vind, te Ik vind die grens. Wanneer religie precies, stopt en wanneer? Precies. Dus ik vind die, 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 dat, die grens vind ik dus, uh, dus heel, uh, heel boeiend. Dus in het, ja, het boek wat hieraan vooraf ging en wat ook theoretisch kader uh, hiervoor levert, uh, gaat over de, de liquidatie van religie. Ja. Dus het is natuurlijk een beetje dubbelzinnig. Dus het wordt vloeibaar, maar ook dat het eigenlijk ophoudt religie te zijn. Dus, ja. Ja. Je, moet ook, je hebt ook wel eens dat mensen zeggen je hebt een religieuze verering van bijvoorbeeld een popster als Michael Jackson, dat was ja. ook hè, want die had voor sommige mensen bijna een soort religieuze status, die kon ja. niks fout doen, die werd alleen maar vereerd. ja, nou ja, precies, en dat is niet de enige natuurlijk, dus ik denk dat dat is, dat is, kijk, je kunt het ook fan, fandom noemen. Maar kijk, uh, het, het kan soms zo ver gaan dat het inderdaad wel, wel religieus wordt natuurlijk. Hè. Dus dat je echt dat, dat, dat je bijvoorbeeld een, een, uh, ja, een klein altaartje hebt, een afbeelding van Michael Jackson, dat je er gewoon daar aan, aan, aan hem als het ware, zeg maar, je zielenroerselen toevertrouwt. Nou ja, ja. dan is het, heb je wel een goede argument om te zeggen, nou ja, dat, laten we dat mis eens uh, vergelijken met wat we normaal uh, onder religie verstaan. Maar het hangt allemaal af van je definitie. Kijk, als je nog weer dieper op ingaat, kun je zeggen van ja, dat begrip religie is natuurlijk is ook maar op een bepaalde manier uitge, uitgevonden. Dus ja, ja. ja, een beetje, of is dit still confused, but on a much higher level? We hebben soms ook <laughs> prima? Is... Helemaal, goed, helemaal goed. Ik loop naar achter, want ik zag daar nog een vinger. Heel goed, en ik geef er u gelijk eentje. Uh, je had het over tinten die werd gebruikt voor propagandistische toeleiden. Vindt dat dan steeds plaats door? Organisaties of landen of voor desinformatie? Zijn dat ja, gebruik dan? van religie, ja, ja zeker. Uh, op allerlei manieren. Uh, als we beginnen even positief beginnen met uh, het gebruik van strips voor informatie. Uh, met name voor uh, voorlichting over geneeskunde wordt, uh, worden strips heel veel gebruikt. Dus dat is echt een hele aparte tak van sport uh, geworden. Uh, maar, uh, nou ja, ja, wat is desinformatie? Uh, ook uh, 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 voor de propaganda om mensen uh, te gaan te betrekken bij de jihad worden strips uh, gebruikt. Dus die hebben ook een magazine, zit ook uh, strips uh, in. Uh, dus ja, het, het is een goede manier om uh, op de emotie van mensen te spelen. Dus uh, kijk, strips werken eigenlijk op een bepaalde manier veel beter dan, dan teksten. Want wil je een strip uh, begrijpen. Dan moet je uh, zelf invullen wat er tussen de uh, plaatjes gebeurt. Hè? Dus je, je kunt niet zeggen van uh, ik blijf een beetje buiten staan. Als je een strip leest, moet je erin stappen. Je moet geloven, je moet geloven wat er staat. Want anders dan kun je zelf het, het filmpje niet maken. Dus dat, je gaat zelf in je hoofd, ga je die, uh, die plaatjes maken. Ik een Vorige week zat ik bij een congres en dan zeiden ze in de strip vooral vindt het verhaal tussen de plaatjes plaats. plaats. Dus ja, in de, ja, precies. In de, in de direct, ja. Ja. Ja, dus we hebben ja, mijn collega's van het Visual Language Lab aan de universiteit, Neil Cohen en zijn collega's, die kunnen er nog veel meer over vertellen. Over die technische kant, ook de neurologische kant, hoe dat, hoe dat werkt om een, een strip te lezen. Er zitten allerlei regels. Uh, er zitten allerlei regels aan vast. dus uh, ja, Het is ook niet voor niks dat ik net van links opkom. Dus je moet altijd is van links naar rechts hè, in een strip. Want daar, zo gaat de beweging. Tenzij je in Israël een strip hebt, want die gaat van rechts naar links. Want ja, het Hebreeuws schrijf je andersom, met een manga schrijf je van boven naar beneden. Dus uh, er zitten allerlei technische aspecten aan uh, strips lezen. Ja. Heel goed, dankjewel. Uh, nog twee vingers, heel goed. Um, ja, ik had een vraag. Want je zei net uh, dat het vooral nu heel visueel wordt, uh, religie. Maar volgens mij was dat vroeger op zich ook al zo. Want er zijn best wel veel bijbels uitgebracht in stripvorm die je dan helemaal moet uitvouwen geloof ik maar ook in het hindoeïsme zie je dit ja. in het boeddhisme zie je dit in kerk heb je natuurlijk de leidensweg vaak van jezus ook afgebeeld in verschillende prenten wat eigenlijk in bijna elke kerk, katholieke kerk terugkomt dus ook daarin zie ik eigenlijk al heel veel strips ja uh, als je het zo kan noemen ja. hey, even 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 even, even, even wel een boek. Ja, ja even vind ik echt uh, prijswinnend, ja. Oh, dit is, wordt helemaal gesigneerd nog <laughs> straks. Ja, heel goed. Ja, nee, dus, uh, ik, ik begin en eindig het boek precies hiermee. Dus, uh, dus inderdaad ook dat. Uh, ja, ik zou kunnen zeggen dat een soort van eerste strip al uh, in het uh, boeddhisme werd uh, gemaakt. Dus dat uh, de Diamantsutra werd ge, uh, gepubliceerd met uh, litho-boekdrukkunst, uh, tekst en plaatjes. En, uh, en, en inderdaad ook in kerken. Dus, uh, dus als je de indruk hebt gewekt dat het een nieuw nee, fenomeen het is, is, dat die, was niet te doen. Het, het heeft een veel langere traditie. Dus inderdaad, dus ook, ook, uh, ook binnen die misschien vooral op schriften gefocuste religies zit, zit ook die visuele kant. Uh, vaak ook om de ongeletterde te bereiken. Maar zelfs ook soms de combinatie dus van, van beeld en tekst het is een prachtige afbeelding van de Annunciatie. Dus de aankondiging van uh, Gabriel aan uh, Maria, dat ze zwanger en zo met van die bijna tekstballonnetjes uh, erin en dan is het heel interessant dat het, uh, uh, de tekst van Maria die staat dan als het ware op zijn kop, zodat, want het is eigenlijk bedoeld dat God het kan lezen. Dus dan, hm. is dan uh, mooi. Mooi, hè? Mocht. Dus er zijn eigenlijk al, dat zijn een soort het zijn natuurlijk geen strips, maar het is ja. wel een soort voorloper en in die zin bouwen de strips voort op een langere visuele, traditie, uh, ja? visuele tradities en religies. Prijswinnende vraag. Mooi, dank wel. Zag ik hier ook een vinger? Ja, heel goed, kom ik erbij. Nee, ik denk dat mijn vraag net al een beetje beantwoord is. Maar ik weet niet of u zelf gelooft, maar vindt u zelf het een verrijking of een beperking om uh, een godsdienst te visualiseren? Want bijvoorbeeld voor kinderen denk ik dat het inzichtelijk kan zijn, maar het beperkt ook wel een beetje het verhaal zelf, omdat sommige dingen misschien niet beschreven kunnen worden in een plaatje. Uh, nou, ik vind het wel, wel een verrijking. Dus, uh, en niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Uh, en het is zelfs zo dat je ja, je kunt allerlei dingen in, uh, in beeld weergeven die, uh, die je niet zo goed in tekst kunt vatten. Uh, en een, een mooi uh, voorbeeld is uh, Robert Crumb. Uh, uh, ja, die, die, dat is inmiddels een oude man, maar toen hij jong was, zat hij in de underground scene. Uh, in, de, in Amerika en dus maakte allemaal strips die helemaal uh, uh, tegen de burgermoraal uh, ingingen met veel blote dames en geweld en zo. En die heeft nu uh, het boek Genesis totaal uh, verstript. En uh, nou ja, Genesis zit ook vol met uh, seks en geweld, dus dat, uh, daar kon je wel mee uit de voeten. Maar hij heeft dus de integrale tekst van de Bijbel zit gewoon erin, dus hij heeft het niet eventjes uh, uh, licht gewicht gemaakt, gewoon die de volledige tekst. Letterlijk gewoon zit er, zit er, gewoon in. Maar dan heeft hij het ook nog eens een keertje uitge, uitgebeeld. Ja, uh, ik, ik ben zelf inderdaad ook gelovig. Ik, 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 ik dacht dat ik mijn, mijn Bijbel redelijk uh, kende. Maar doordat hij het allemaal zo uitbeeldt, van ja, denk ik, wow, dat zou ik het nog allemaal niet uh, gaf. Het dus inderdaad niet bekeken, nieuwe dimensie Geef wel een nieuwe dimensie. Ja. Dus allerlei dingen waar je overheen leest, zie je dan opeens zo'n zo, ja, zo Jacob die elke keer van die stenen opricht en zo. Wat een manie van die man om overal maar weer stenen op te richten. En zo. Het is geen gezellig boek, Genesis. Nee, nee, nee. absoluut niet. Nee. Nou, af en toe ook wel, maar soms ook niet. Ja. Ja. Maar een mooie vraag. Dus Het kan inderdaad twee kanten op werken: het kan soms dus de extra verrijking geven. Ja, kijk, die, en soms die, kan het ook te simplistisch zijn. Ja, ja, dus uh, als je bijvoorbeeld uh, in, in het boek kijkt: uh, dat hoofdstuk over die, die kinderstrips in Noorwegen. Ja, die vind ik van een artistiek niveau echt, waar je echt heel, heel triest van wordt, zeg maar. Dus dat uh, dat eigenlijk gewoon alleen met strip wordt gebruikt, van als een beetje leuke vormpje erbij, maar dat ze echt gewoon niks creatiefs ermee doen, dus dat dat, dat, dat dan is. Het artistiek gezien vind ik wel een beetje een verarming. Ik ja. er net vanaf over welke strip we praten, ja, ja. Ja. mooie vraag ook. Uh, de laatste vraag, laatste ronde, laatste kans. Heeft u alles kunnen vragen wat u graag wilde, vragen wilde weten? Ja, je boeken zijn op, hè? Dat, ja, de boeken, uh, nou, ja. ja, dan wil niemand meer. Maar de boeken <laughs> gratis te downloaden, uh, nee, natuurlijk wel. Ja, wat is uw lievelingsstrip? Oh. Um. Ja, die, die nu in me opkomt, uh, maar die heeft eigenlijk niet zoveel met religie, geloof ik, te maken. Maar uh, uh, de dagelijkse worsteling uh, van uh, uh, Manou Lassenet, een Fransman. Ik heb er net een andere van hem gekocht, maar die is heel duister. Maar de dagelijkse worsteling gaat heel erg over gewoon het dagelijks leven van mensen en wat je daar allemaal in tegenkomt, gewoon in je gezin en uh, ja, met je relatie, met, met je kind en zo. En dat, dat, het gewone, ik, vind, ik ben helemaal geen superhelden fan eigenlijk. Maar ik, ik vind dat Strip ook heel goed werkt om gewoon het gewone leven zeg maar, uh, in, in, in beeld te brengen. En, met, en de details daarin te laten zien. En het, de poëzie in het dagelijks leven naar voren te brengen. Dus op die manier toch misschien weer een beetje reden. En dan ook nog een schurkenlender op de wc of dat niet? Fok en Sukker. Fok en wel, Dank voor ja. jouw inspiratie. Kees de Groot.